Goedenavond allemaal. Welkom bij Zondag met Lubach. Het was de week van Volkert van der Graaf. De man die 13 jaar geleden onze democratie sloopte door een lijsttrekker te vermoorden. En die nu alweer met een tomatensapje in de zon zit te pochen over hoe je zonder moeite een uitkering krijgt. Volkert is typisch zo'n man van je haat hem of je bent hem. Het is eigenlijk niet echt een tussenweg. Vorig jaar kwam Volkert vervroegd vrij en al snel werd er een foto van hem gemaakt. Dat is deze foto. Volkert duikt op. Opeens. Daar moet een professionele Volkertspotter dagenlang voor in de bosjes hebben gelegen, dachten we. Maar deze week bleek dat het toch niet helemaal zo gegaan is. Want op maandag... Gebeurde er dit. Partijen in de Kamer willen uitleg over Volkert van der Graaf. Gisteren bleek bij Brandpunt Reporter dat de moordenaar van Pim Fortuyn moedwillig de voorwaarden van zijn vrijlating schendt. Hij heeft contact met de pers gezocht en werkt niet mee met de reclassering. Volkert vertelde dus dat het helemaal geen toevallige paparazzi-foto is geweest. Hij heeft de foto samen met zijn advocaat, Stijn Franke, in scène gezet. Nou, dat verandert onze foto nogal. Kijk, daar loopt Volkert. En die loopt er niet alleen. Zijn advocaat komt eraan om de boel te regelen met de fotograaf. Nou, Volkert zou daarmee zijn mediaverbod hebben overtreden. Misschien moet hij wel terug de bak in. Maar op dinsdag... Dinsdag! Wat, hebben jullie dit voor elke dag van de week klaar? Elke keer als ik dinsdag zeg... Dinsdag. Oh, oké. Werkt dat voor jou alle dagen? Welkom bij Zondag met Luba. Zondag? Oh, jullie doen geen weekend? Wat? Weekend. Oké. Nou, dus op dinsdag... Dinsdag. Nam het verhaal een nieuwe wending. Uit informatie die ik heb gekregen van het Openbaar Ministerie blijkt... dat het Openbaar Ministerie vooraf op de hoogte was... dat die foto zou worden gepubliceerd. Aha! Dus het OM wist van het plannetje van Volkert en zijn advocaat. Zoom nog eens uit. Kijk, nou, daar hebben we Volkert's advocaat... en daar komen de mensen van het OM naar buiten. Maar het wordt nog ingewikkelder, want op woensdag... Woensdag. Ja, vertelt de advocaat waarom het OM wist van de foto. Het was namelijk hun eigen idee. Hier heb ik een mail van medio april 2014... waaruit blijkt dat de politie ons aanraadt en erop aandringt... een eerste foto te laten maken. Oké, goed, dus het OM wist er niet alleen van. Ze hebben de hele boel geregeld. Kijk, Openbaar Ministerie, setdressing en filmcatering. Oké, we hebben nu het hele beeld compleet. Of heeft er misschien op donderdag... Donderdag. Of heeft een dag later de fotograaf zelf misschien nog iets te melden. Volkert van der Graaf was op het moment dat die foto werd gemaakt... en dat hij hier bij Stijn Franke op bezoek was... was hij vergezeld van beveiligingsmensen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Oké, wel ja, beveiliging. Laat die foto nog maar even zien. Kijk, beveiliging erbij, dat is heel verstandig, beveiliging. Dat is ook wel gebruikelijk, zeker sinds de moord op Pim Fortuyn en zo. Was het allemaal... heel gevaarlijk. Nou, wat is er nou precies gebeurd? Minister van der Steur, we willen feiten. Het liefst in een relaas. We willen een feitenrelaas. Ja, het feitenrelaas. Ik ben nooit zo heel erg van feitenrelaas, voorzitter. Want dat is altijd een baaierd van ellende. Wat? Een baaierd van ellende? Ten eerste, dat is precies de bedoeling van een feitenrelaas... dat je alle ellende goed op een rijtje zet. Maar ten tweede, en nog veel belangrijker... wat is een baaierd? Oké, we hebben het opgezocht. Het blijkt een cocktail in de Tweede Kamerkantine. Hi, mag ik een mojito, twee Cuba Libre en een baaierd van ellende met ijs? Dus, in één week tijd ging het van een toevallige paparazzi-foto... via een opzetje van Volkert en zijn advocaat... naar toestemming van het OM, naar een masterplan van het OM... beveiligd door de overheid, naar een gepimpte fotoshoot... in een afgesloten studio met nepgrachten. En minister van der Steur wist van niks... omdat zijn ambtenaren die informatie voor hem achterhielden. Hey, flashback naar een half jaar geleden. Weet je nog, lieve ambtenaren van justitie... Er loopt bij jullie een man rond. Dit is hem. Hij is niet alleen heel aardig, maar hij is ook politiek verantwoordelijk voor alles wat jullie doen. Maak eens een praatje met hem. Over je vakantie, je kinderen, of die leuke fotoshoot met die moordenaar waar je net vandaan komt. Als je iets weet, vertel het Art. Misschien komt het nog eens van pas op een blauwe maandag. Maandag. Ja. Het hele land is verdeeld. Moeten we ze wel hier naartoe laten komen? Kunnen we dat geld niet beter besteden aan de zorg bijvoorbeeld? Gaan ze niet door het land zwerven? Ik heb het natuurlijk over... Vluchtelingen. Vluchtelingen, nee. Fout. Ik had het natuurlijk over de Rembrandt-schilderijen.
waarvan deze week werd besloten om ze te kopen voor 160 miljoen euro. Maar jullie verwarring is begrijpelijk. En dat brengt ons bij de nieuwe quiz. Rembrandt of migrant? Precies, de nu al epische quiz Rembrandt of migrant. Ik ga een willekeurige reactie op een online nieuwsbericht voorlezen. En aan jullie dan de vraag, onder welk nieuwsbericht stond deze comment? Ging dat over Rembrandt of over een migrant? Zijn jullie er klaar voor? Ja! Oké. De eerste opgave. Komt-ie aan. Niet te geloven wat dit kabinet allemaal durft te beslissen in deze tijd van armoede onder de eigen bevolking. Wat denken jullie? Migrant of Rembrandt? Migrant. Oké. Dat is fout. Het was Rembrandt. Het was op de site van de Telegraaf een Pisanovov. Dus over Rembrandt. Volgende. Ik zou ze nog niet voor niks willen hebben als je het hoofd van die vrouw ziet. Zo lelijk een hond zou zich er dood tegen blaffen. Migrant of Rembrandt? Zeg maar. Migrant weer? Dat is weer fout. Dit was op de site van AT5. Een reactie van Gijs Langsteweg. Is waarschijnlijk een kunsthistoricus. Over Rembrandt. Oké, next. Ik ben bereid om er eentje in huis te nemen. Rembrandt? Dat is weer fout. Dit was namelijk 1 op de 8 Nederlanders in de spits. Inderdaad, 7 op de 8 Nederlanders zijn bereid om een Rembrandt op te vangen, mocht dat nodig zijn. Oké, deze dan. Het is allemaal de schuld van Alexander Pechtold. Wat denken jullie, Rembrandt of migrant? Ja, dat reken ik goed, want het gaat namelijk over allebei. Want die uitspraak die vonden we namelijk, even kijken. Oh ja, alle fora onder alle nieuwsberichten op alle sites stonden die. Dus dat was sowieso goed. Oké, en dan de laatste. Ik moet zelfs mijn astma-inhalers eerst van mijn even risico betalen voordat zij dat vergoeden. Ik vind dat dat soort medicatie meteen vergoed moet worden in plaats van pas nadat je risico op is. Het is voor luchtademen, kun je niet zonder. Dat is prioriteit samen met je hart. Die medicatie die moet krijgen, gewoon vergoed worden. Standaard, stel je kan je eigen risico niet rondkrijgen. Zit je mooi als je dan een astma of een hartaanval krijgt. Wat denken jullie, Rembrandt of migrant? Wat? Rembrandt? Dat is goed! Dat is inderdaad goed! Ja hoor! Dit was Sherida op de site van Spitsnieuws over de Rembrandt inderdaad. En dat brengt jullie score op 10.000 punten. En jullie krijgen allemaal een Rembrandt of een migrant. Kijk maar onder je stoel. En jij krijgt een migrant. En jij krijgt een migrant. En jij krijgt een migrant.